Goedemiddag, mijn naam is Oscar Aar. Vandaag om de exponentiële paalvergelijking op. Deze vorm is afx is agx, hetzelfde grondgetal, kan alleen maar zijn als f van x gelijk aan g van x is. Ja? Ja, tweede voorbeeld, als je verschillende grondgetallen hebt, ax is bx, kan alleen maar als x gelijk aan 0 is. Eerste voorbeeld, 3x is, hier mag x is 81, dan moet je weten dat 3 tot de 4 81 is, oftewel x gelijk aan 4. Ja? Dus x is 4. Dat is een heel simpele vergelijking. Ja? Waarom 3 tot de 4 81 is. Ja. Nu, soms krijg je een vergelijking een beetje complexer, dat er geen x maar 2x min 1. Je hebt 3 x maar 2x min 1 is 27. Dan weet je dat 27 gelijk is aan 3 tot de derde. Ja. Dan wordt het de eerste eigenschap dat 2x min 1 gelijk aan 3 is. Of 2x is 4. Of x is gelijk aan 2. Ook in de eerste vergelijking kun je schrijven 3x is 3 tot de vierde. Dan volgt x is 4. Ja. Nu, soms krijg je een vergelijking niet zo simpel met een getal voorgeschreven, 9. Dan gaan we die 9 opgeven als een macht van 3. Gewoon om een aantal dezelfde rondgetal te krijgen. Dus 9 kun je schrijven als 3 kwadraat. Dit wordt dus 3 kwadraat maal 3 keer x plus 1. Ja. Dan weet je uit de eigenschappen van exponentiële functies dat 3 tot de macht 2 maal 3x plus 1 een som wordt. 3 tot de macht x plus 3. Ja, je krijgt dus 2 plus x plus 1. In feite krijg je 2x plus 1 plus 2, dus x plus 3. Dat is dan gelijk aan 3 tot de macht 2x min 1. Dan weet je de eigenschap, ja, dat fx je x, of 2x plus 1 is 3x plus 3. Ja, als je uitrekent, dan krijg je uiteindelijk x is gelijk aan 3 min 1, 2, x gelijk aan 2. Ja. Volgende voorbeeld, je krijgt dus hier 9 brengen binnen 3 kwadraat en dan kun je grondgetal 3 gebruiken. Hier heb je grondgetal 3 en 9. Dat betekent kun je niet oplossen. 9 is wel gelijk aan 3 kwadraat. Dus je kunt schrijven als 3 kwadraat maal 2 tot de macht 2x plus 5. Dan weet je een macht van een macht wordt een product. En verder krijg je dan 3 tot de macht 4x plus 10. Dus 3 4x plus 10. Dat is gelijk aan, ja, 3 tot de macht 2x plus 4. Ja. Dan krijg je dus 2x plus 4 is dan 4x plus 10. Grondgetal 10, grondgetal 3 dus. Dan als je uitwerkt krijg je dus, ja, min 2x is 6. Ja. Of 6x is min 3. Ja. Even kijken, ik heb hier plus 4 gebruikt, ja, plus 4, dan moet ik hier min 4 gebruiken, ook hier min 4, en min 4, wordt dat daar een plus 4, krijg je 14, dan krijg je uiteindelijk min 7. In ieder geval, dat is de manier van uitwerken, zonder voor het foutje. Ja, nu, in dit geval hier, heb je een som van 2 machten van 3, 3x en 3 plus 1, hoe kun je optellen? Wel, 3 de macht x plus 1, is dus 3 tot de macht x plus 1 in feite 3 maal 3 tot de macht x. Ja, die 3 tot de eerste, die kun je buiten brengen, is dus 3 maal 3 tot de macht x. Hier krijg je dus 3 tot de macht x plus 3 keren 3 tot de macht x is 36. Die twee machten kun je optellen, zijn hetzelfde waarde, dus 4 tot de macht 3x is 36, of 3x is 36 gedeeld door 4 is gelijk aan 9. Dan volgt x is 2. Waarom met 3 kwadraat 9 is. Ja, dus hier hebben we gebruikt dat 3 de macht x plus 1 gelijk aan 3 de macht, 3 de macht x. Als tweede voorbeeld hier, 9 maal 3 de macht x, hoe kun je dat schrijven? Dus 3 kwadraat maal 3 de macht x wordt dan 3 de macht x plus 2. Ja, als ander voorbeeld. Laatste voorbeeld hier, waarom ax is bx dan x is gelijk aan 0? Wel, hier heb je 27x. Dit macht x, 8 minuut x. 27 is een macht van 3. Ja, dat is dus 3 tot macht 3. Ja. 8 is 2 tot macht 3. Dus hier is 2 tot macht x en 3 tot macht x. Dan gaan we de macht 3 aan de ene kant schrijven door het grondgetal 2 aan de andere kant. Dus verhuizen. Dan krijg je 2 tot macht x. Je hebt 2 tot macht 3 is 3 tot macht x. 2 tot macht 3. Ja, als je het uitwerkt, krijg je 2 tot de macht x min 3 is 3 tot de macht x min 3. Ja. Dan kun je afleiden dat x, wat in een, x min 3 moet 0 zijn of x gelijk aan 3. Ja.
Dus dit is de eigenschap x gelijk aan 3 van ax is beter dan x gelijk aan 0. Ja, gewoon door die 7 dus 8 van plaats te verwisselen. Dat zijn dus exponentiële basisvergelijkingen. Ja, ax is bx en afx is agx. Omdat ik heb ook video over moeilijke vergelijkingen, die zijn de basisvergelijkingen. Denk voor aandacht gewoon een keer. Dag.